Locus, hello, locus, everybody. It's me, your girl, Thaisa. Vandaag ga ik aan jullie laten zien wat ik bij Body Engineers heb gekocht. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een fitnessmerk. Dat is tegenwoordig best wel heel hard aan het opkomen. En ik zag dat wel overal op internet. Ik las ook echt super goede recensies daarover. Dat de leggings heel goed zitten, dat ze squatproof zijn en zo, wat ik heel belangrijk vind. En ja, dat het echt goede kwaliteit is en dat, het is ook niet zo heel duur. Dus ik dacht, dat wil ik wel eens testen. En dan heb ik dus een paar dingen aangekocht daarvan. En die ga ik jullie vandaag laten zien en mijn mening erover delen. First up heb ik deze rode legging. Super tof. Ik vind rood sowieso wel tof in de fitness. Want dat steekt zo wat meer af. En dan kun je zo wat meer opvallen. En ik vind het altijd leuk om fijne, mooie nieuwe fitnesskleren te hebben. Want dat motiveert mij wel altijd goed voor de fitness. Ten eerste, high-waisted. Love it. Ik hou van high-waisted. Want mijn probleemzone is dit. Ik denk dat veel meisjes dat wel hebben, dat dit zo echt de probleem area is. En ja, ik heb dat ook. Ik ga niet klagen, want ik ben niet dik of weet ik veel wat. Maar als ik iets moet zeggen wat mijn probleemzone is, dan is het dit. Dus daarom heb ik graag high-waisted, want dat bedekt dat helemaal. En ook van achter high-waisted, want dat makes your ass look good. En I love it. En wat ik wel doe meestal, omdat na een tijd worden hier zo'n beetje losser. Allee, dat heb ik dan altijd met Gymshark. Maar deze zit nu wel nog goed. Maar wat ik dan meestal doe is zo een bandje omrollen als je het zo iets lager wilt. Maar bij deze vind ik dat nu niet nodig. Die zijn niet los. Die zitten nog altijd goed. Hier ook aan mijn rug. Dus dat vind ik wel leuk. Dan heb ik dit wit crop t-shirtje. Voor een wrap. Dat vind ik ook kei tof. Ik ga ook wel vaak gewoon in een sport BH. Allee, als het echt heet is toch. Maar als je niet echt alleen in een sport BH moet gaan, dan is zo'n crop t-shirtje wel leuk. En dan zit je toch nog zo'n klein stukje van je buik. Voor hierop heb ik ook nog een ander t-shirtje. En dat zal ik even nu aandoen. En voilà. Dit is het blouseje verderop. Ook echt super tof. Maar voor nu even is dat te warm natuurlijk. Dit zou ik nu niet aandoen. Want dan zweet ik me kapot. Maar voor in de winter is dat wel heel leuk. Ik vind die details hier allemaal zo mooi. We hebben zo'n mooie details eigenlijk aan hun kleding. De achterkant heeft dat dan ook weer. De taillering is gewoon echt on top. On point. Niet on top, maar on point. En ook deze duimgaten. Dat is kei tof. Zeker als je gewichten lift of zo. Ik weet niet of er mensen zijn die gewichten doen. Maar als je gewichten doet, is het echt wel kei handig. Want dan zijn ook je handen een beetje beschermd. Maar ja, echt, I love this. Echt super cute. Oké, op naar de volgende set. Next is een shortje. Daar ben ik echt super blij mee, want ik had geen één workout shortje. Wel zo van die hele losse shortjes. Maar als je lang gaat squatten en zo, of oefeningen doet waar je ligt, kun je zo in je short kijken. En dat is niet echt tof. Dus dit is zo'n vaster shortje. En die ziet er zo uit. Ook de achterkant is weer heel tof. Gedetailleerd, zo rond de poep, dat je weer een mooie vorm hebt. De voorkant ook, hier de mesh details, echt super tof. En dan heb ik dit grijze crop topje, hetzelfde als het witte. Ik wou trouwens dat jullie dat konden voelen, dat is echt heel tof t-shirt materiaal. Zo heel zacht. Dus yes, I like it. Echt super cute. Dit heb ik nog niet aan gehad, dat shortje. Het is toch altijd zo een drempel om in een short naar de fitness te gaan. Ik weet niet waarom. Dat zit gewoon in mijn hoofd, denk ik. Maar ik ga dat sowieso wel eens aandoen. Maar ja, ik vind het trouwens echt een hele mooie short. Ik vind het echt super tof. Oké, next outfit. Ik
Oké, dit is echt wel mijn favoriete set. Deze vind ik echt top. Het is echt super mooi. De kleur is perfect. Het bovenstukje is echt zo leuk. Zo asymmetrisch gemaakt. Maar echt zo cute. Hier een dun bandje. Hier een dikker bandje. Weer de mooie details. Vanachter gaat dat verder. En dan ook de legging. Die zit zo goed aan. De kwaliteit is gewoon echt zo goed. Niet normaal. En ja, ik had gewoon niet verwacht dat dat zo'n goede kwaliteit ging zijn. Ook helemaal squat-proof. Je ziet echt niks. Dus ik heb deze al een paar keer aangedaan voor de gym. En ben er echt blij mee. Ook de details op de broek hier zijn echt zo mooi. I love it. Want als je dan deze kwaliteit vergelijkt met echt zo ja, bekende merken als Gymshark of zo, dan kan ik echt zeggen dat deze kwaliteit echt even goed is. Echt super goed. Misschien zelfs iets beter. Nou, dat durf ik niet zeggen, maar het zijn gewoon echt hetzelfde. Terwijl je hier veel minder voor betaalt. Maar deze set is echt my fave. I love it. En deze lichtroze set vind ik ook echt kei mooi. Deze schijnt wel een klein beetje door. Je gaat dat zo niet zien, denk ik. Maar alleszins, je ziet hier wel een klein beetje dingen door. Ik denk als je hier een nude kleurige onderbroek onderaan doet, dat dat wel beter is. Maar dat is logisch natuurlijk, omdat dat lichtroze is en lichte kleuren. Dat is altijd wel tricky. Maar ook weer echt super goede kwaliteit. Heel goede elastische band. Topje is ook weer zo mooi. En ook wel heel supported. Ik denk dat deze set nog beter is als je echt dikke borst hebt. Omdat die zit echt goed stevig. Heel goed vast. Dus. En de rug hiervan is ook echt super mooi. Hier is hij helemaal open. En dan heb je hier zo die kruising. Ik vind het echt top. De achterkant ook weer. De details zijn gewoon echt zot. Ik blijf dat zeggen, maar die details aan de poep, de details aan de benen. Echt super mooi. Echt heel blij mee. Last but not least hebben we nog dit zwarte crop topje. En mijn sporten. Super spannend en zo. Dus dat is wel. Kijk, tof. Ook weer super toffe details. Ook hier. En hier heb ik ook trouwens een zwarte legging van. Maar mijn legging zit eigenlijk in de was. Want ik ben die overal aan het zoeken. Maar ik vind hem niet. Dus dit is het laatste topje wat ik heb. Dus mijn bevindingen zijn zeer goed. Goede kwaliteit. Mooie kleren. Wat ik ook wel belangrijk vind. Want dat geeft mij veel motivatie om te sporten. Ja, high-waisted, wat ik heel tof vind. Alles stretcht goed, ademt goed. Dat is niet verstikken of zo, de stof. Ik heb al een paar keer aangehad om te gaan sporten en zit echt super goed. Veel mensen zijn ook al komen vragen aan mij van waar ik mijn setjes had. Hopelijk vonden jullie deze video leuk en vonden jullie het leuk om te zien wat ik bij Body Engineers heb besteld. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Ik link ook hieronder in de beschrijving alle setjes die ik heb getoond. Dus dan kunnen jullie het gemakkelijk terugvinden. Dus zeker thumbs up zoals ik al zei. Vergeet ook zeker niet om een leuke comment na te laten. En ik zie jullie volgende keer.